Hallo Lego fans, hier is Timo Heijnen weer met een nieuwe review. Deze keer de Bionicle Series 1 Ice Tribe Review. We hebben hier de Matoran, de Toa en de Borok. Ik heb ook nog de Turaga, maar die is vermist. Eerst wil ik zeggen, bedankt oma, want dankzij mijn oma heb ik gisteren deze Borok weten te bemachtigen. Bedankt. Laten we eerst beginnen met de Matoran. De Matoran is natuurlijk de kleinste van de drie. Want het is nou natuurlijk een normaal dorpeling. Je weet wel. Deze heeft hetzelfde masker als Toa Kopaka, alleen dan in een andere kleur, net zoals zijn voeten. Sorry dat als jullie die geluiden op de achtergrond horen, dat is iemand hier in de buurt die aan op de fluit zit te spelen. Wat deze hand voor is, en waarom dat hij er anders uitziet dan deze, is dat deze schijf hoort er niet bij aan toe, maar ik heb gewoon gevonden. Je doet zo en dan. Dan wordt hij afgeschoten. Simpel te bouwen. Je kreeg ze bij de McDonald's vroeger in 2001. Vroeger. Nou. Maar je kreeg ze dus gewoon bij een Happy Meal. Je kon ze bouwen. En dan had je hem. Nou. Gaan we over naar de Borok. Of hoe ik ze wil noemen. De allereerste Bionicle Transformers. Want heel veel mensen vergeten dat er vroeger eigenlijk al Lego Transformers waren. Zoals de Borok. Kijk. Ja, mensen zeggen dat er geen Lego Transformers zijn, maar toch zijn ze er. De Borok. En hier is hij een bal. Ah ja. Ze rollen best wel goed. En ik zal er even terugvormen. De Borok heeft zoals iedere Borok een aanval die de kopstootaanval heet. Dit is bedoeld als een masker van een Toa of een Turaga of een Matoran eraf te beuken. En daarna hun krana, het kleine masker, erop te schieten. Nou, iedere Borok heeft een eigen kleur krana masker. Maar, oh, wat doe ik nou? Dat is goed te zien. Maar het varieert. Je koopt bijvoorbeeld twee Borok, maar de kans is klein dat je twee dezelfde maskers erbij krijgt. De beweging van de Borok is heel makkelijk. Gewoon armbeweging zoveel je wilt. Andere armbeweging, benenbeweging, hoofdbeweging. Ze kunnen niet naar links en naar rechts kijken. En iedere Borok heeft ook andere wapens. Deze heeft bijvoorbeeld zaagbladen. Waarmee de blauwe bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt, maar ik noem het maar waterkanonnen heeft. Nou, dat was de Borok. En dan gaan we als laatste over naar de Toa. Toa Kopaka wel te verstaan. We herkennen als bionische oog. Zijn zwaardactie. Hier kun je zien. Want je draait aan het... Je draait aan dit wiel en dan gaat de arm op en neer. Zijn schild natuurlijk. En wat ik stom vind aan de tweede variant van Kopaka, je weet wel, de Series 2 Bionicles, die heeft het aan zo'n arm vastzitten. En ik snap niet waarom dat ze dat gedaan hebben. Dat vind ik een beetje nutteloos.
Hij heeft geen borstplaat, maar een soort van... Oh. Sorry voor de zachte kwaliteit nu even. Want de zon is een beetje irritant. Wacht. Zo. Een kruisas met een kegel erop. Of ja, een bol. Beenbeweging. Niet echt zoveel. Geen knie. Maar toch nog best wel veel voor zijn tijd. En dat was het dan mijn review van de Bionicle Series 1 Ice Stripe. Dit was Timo Heijnen. Like en subscribe. And if you don't, the Borlock will get you.